Soms word ik wakker 's morgens en geloof ik niet dat ik wakker ben, denk ik nog in het slapen ben. En echt waar, sommige dromen, wauw, echt fucked up. Soms word je wakker en hoop je dat je eigenlijk nog aan het slapen bent, omdat de droom zo nice was en alles was zo fucking nice. En ben je eigenlijk al wakker en ja, dan is de droom gedaan. Dus vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over fucked up crazy dromen, over random dingen, over ja, dingen ik vind over dromen, want dromen is iets wat mij altijd al heeft geïnspireerd. Dus ik ga elke intro om zijn beurt gebruiken. Dus nu is het weer tijd voor de 60 frames per second intro. Let's fucking do this. Aarslikkende intro, let's go! Hier met vandaag een nieuwe Advanced Warfare Live Cut Commentary. Het ding waarover wij het gaan hebben vandaag is over dromen. Want dromen is iets wat mij al altijd fucking heeft geïnspireerd. En ik weet eigenlijk niet echt waarom, maar ik denk dat het gewoon is omdat het zo fucked up is. Dat als je slaapt, je eigenlijk met je door je onderbewustzijn een volledig andere wereld komt. Ik vind het zo raar om te geloven, om er gewoon aan te denken, dat je echt wel denkt soms dat een droom zo fucking echt is. Dat het soms zo moeilijk is om tijdens je droom te denken dat je eigenlijk echt aan het dromen bent. Want soms als ik droom, dan denk ik dat ik weet dat ik aan het dromen ben. Als ik wakker word, dan denk ik meer dat die gedachte van toen ik aan het denken was dat ik aan het dromen was, een illusie was. Dat ik helemaal niet wist dat ik aan het dromen ben, maar dat ik me dat gewoon interpreteerde toen ik wakker werd. En wat ik ook fucking veel heb, is dat ik denk dat ik de droom 2 keer na elkaar heb gehad. Dat lijkt alsof ik de vorige dag exact over hetzelfde heb gedroomd, maar eigenlijk heb je daar gewoon die nacht over gedroomd, omdat je die van vorige nacht niet meer zo goed kan herinneren. Want ik weet niet of jullie het kennen, maar soms word je wakker en probeer je te denken aan wat je hebt gedroomd, omdat je wel weet dat je over iets hebt gedroomd, maar je kan er gewoon niet meer opkomen, omdat, ja, een droom is eigenlijk gewoon een beetje een illusie die je voor jezelf maakt. Zoals soms droom je zo van die dingen bijvoorbeeld. Ik droomde bijvoorbeeld 1 keer dat heel de wereld overstroomd was en dat er een soort van heel paleis shit op de wereld was gekomen. En ik werd wakker en het allereerste wat ik deed was naar buiten gaan kijken of er water lag. Of een heel simpel voorbeeldje wat iedereen wel al eens heeft meegemaakt. In je droom stop je bijvoorbeeld een winnend lotje voor de lotto in je broek. Natuurlijk op het moment dat je het lotje wil gaan inwisselen voor geld, word je wakker. Het eerste wat je dan doet is naar een broek zoeken en kijken in de zak of het lotje erin zit. Dat doe ik toch altijd. En dan op dat moment dat je hand in je broekzak stopt en ineens door hebt, holy shit, het was eigenlijk echt gewoon een dikke illusie die ik mezelf maakte. Dan begin je jezelf helemaal te mindfucken met dingen die je zag in die droom die in het echt ook zo waren. En dan ja, snap je je leven gewoon niet meer. Als je ook zo'n soort van ding hebt voor dromen wat je ook zo vet vindt eraan, dat het zo een beetje raar is en shit, moet je de film Inception eens kijken. Deze film is fucking nice, fucking sick en het laat je volledig anders denken over dromen. En ik weet niet of jullie het weten, maar een droom bestaat uit 3 delen. Je hebt 3 fases van een droom. Ik weet de precieze naamgevingen niet, maar ik weet wel ongeveer over wat het gaat. De eerste fase is gewoon dat je echt moe wordt. Dat je in je bed ligt, dat je ogen dicht doet en dat je probeert in slaap te vallen. En dat je soms wel van die overgangetjes hebt, terwijl je dan denkt van, holy shit, ik ben moe. Maar dat je dan toch eigenlijk nog wakker bent, maar toch niet. Eigenlijk toch wel. En dat is een beetje de, ja, de overgangsfase. Dan op nummer 2 heb je de valfase. En de valfase is de fase die iedereen van jullie gaat kennen. En als ik het ga zeggen, ga je zo denken van holy shit. Heb jij dat ook? Het is de enige fase van een droom die nog niet wetenschappelijk is verklaard. Dus wetenschappers weten zelf ook niet hoe het komt. Maar een theorie die ik eens heb gehoord, die ik best kloppend vond, is dat het je hersenen zijn die eigenlijk het onderbewustzijn toetreden, maar je lichaam die niet volledig meewerkt. Ja? Ja, sweet. En wat er dan gebeurt is, in je hoofd gebeurt er een actie van 2 seconden. Je zit op een fiets, je valt eraf. Je valt van een berg, je valt uit een vliegtuig. Iets heel kort waar je eigenlijk valt, waar er iets schokkend gebeurt. En dan val je vanuit die droom terug in de echte wereld en knik je wakker. Weet je niet wat de fuck er net is gebeurd. En direct daarna val je weer in slaap. En dan treed je de 3e fase toe. Het onderbewustzijn, het dromen. Want je droomt iedere nacht. Iedere fucking nacht heb jij een droom over het laatste waar je aan denkt net voor je in slaap valt. Sommige mensen zeggen dat ze kunnen controleren over wat ze dromen. Zoals ik al een keer heb gezegd, is een dikke illusie. Je denkt dat je kan controleren wat er gebeurt, maar eigenlijk was dat allemaal al voorbedacht, shit. Je moet het zo bekijken. Je hersenen hebben het verhaaltje van je droom al volledig geschreven vooraleer jij ook maar al echt in die overgang shit bent. En als je in onderbewustzijn bent, droom je.
En op het moment zelf kan je je de droom herinneren. Maar meestal als je wakker wordt, is de shit weg en vergeet je alles. Maar ergens rond de middag zou het moeten terugkomen. En dat kan van alles zijn. Dat kan een droom zijn die echt wil, bijvoorbeeld piloot zijn. Of kan ook gewoon een heftige seksscène zijn met een van je favoriete actrices. Of het kan jij zijn op een podium voor 10.000 mensen die naakt staat. We hebben allemaal wel al de naakte nachtmerrie gehad. Het is de droom waar we ons het meeste in schamen. Het is de droom waar je op een openbare plaats staat zonder kleren. En die droom, ik denk dat iedereen van jullie die wel al heeft gehad. Pretty fucked up shit. En soms na een nachtmerrie ben je blij dat je wakker bent. Maar als je een vette droom hebt gehad, iets leuks, dan voel je je zo kut. En wil je terug in die droom gaan. Maar gaat het niet, want eenmaal dat je eruit bent, kan je er niet meer in komen. En ik vind dromen gewoon fucking sick. Gewoon weten dat je in een andere dimensie shit bent met je hoofd. Zo fucked up. Laat mij weten wat jouw fucked upste droom is. Van mij was dat denk ik wel, ja, een soort van horrordroom. Waar ik wakker werd in mijn kamer en eigenlijk gewoon heel de tijd viel me in mijn bed naar beneden en in een grote put. Waar ik alles zag, al heel mijn familie zag doodgaan. En was echt een fucked up droom. Maar ja, iedereen heeft wel eens nachtmerries. Nachtmerries zijn de manieren om je angsten te overwinnen. Misschien zijn dat voor jouw examens of misschien zijn dat voor jouw school. En ja, ik heb dus nachtmerries over spinnen. Ik heb nachtmerries over dingen waar ik bang van ben. Dus iedereen droomt. En het is tijd om de video af te sluiten. Want mijn mama zit al 5 minuten te roepen dat ik moet komen eten. Dus ik hoop dat jullie een vette video vonden. Ik ben Acid. Ik zeg druk even op dat duimpje omhoog. Motiveer me fucking hard. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Laat jij even jouw engste, fucked upste droom weten in de comments. Ik ben Acid. Ik zeg tot morgen met een nieuwe video. Ik ben Acid. Ik zeg dat nu al 10.000 keer. En ik zeg adios. Bitches, fucking bitches. Druk op die like en comment maar al met je leven.